DMU Medische Detachering detacheren professionals in de zorg. En die zorgprofessionals die werken onder andere hier bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ja, Steven, is er op dit moment veel werk in de zorg? Nou ja, door de tekorten die er momenteel zijn, is er heel veel werk in de zorg. Van verpleegkundige tot aan dokter en de specialisatie spoedeisenhulp IC is er heel veel werk. Dus ambitie genoeg en uitdaging voldoende. Ja, dus ziekenhuizen moeten flink op zoek? Ja, want momenteel zijn er ziekenhuizen die gewoon moeten sluiten of dat de spoedeisenhulpen niet open kunnen blijven. Afdelingen die dicht moeten omdat er gewoon geen personeel is in de zorg. En vooral niet met de juiste papieren die dus de zorg kunnen verlenen bij de mensen. OK's die afgezegd moeten worden, dus er is gewoon echt een enorm tekort. En jij kan het weten, want jij werkt zelf ook in de zorg, toch? Ik ben zelf spoedeisenhulpverpleegkundige. In 2016 heb ik een detacheringsbureau overgenomen met de gedachte van ik weet heel goed wat hier leeft, wat de mensen meemaken, van verpleegkundige tot aan de spoed IC. En ja, het is gewoon een machtig mooi vak. Hoi Therese. Hi. Ja, Therese, als je via een detacheringsbureau werkt, kan je dan bij meerdere instellingen werken? Ja, dat kan. Je kan ervoor kiezen om voor verschillende instellingen te werken. Dus voor een ziekenhuis of voor een zorgorganisatie als de thuiszorg, intramuraal of extramuraal. Je kan er ook voor kiezen om voor één ziekenhuis of voor één instelling te gaan werken voor een langere periode. En wat is nou het voordeel van werken voor meerdere ziekenhuizen? Het voordeel is dat je je kennis en expertise uit verschillende ziekenhuizen haalt. Dus dat kan je ook weer inzetten voor verschillende ziekenhuizen en dat jij daar een completere werknemer van wordt. In de zorgbranche zijn veel mogelijkheden om je eigen werktijden in te delen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dankzij een op maat gemaakte app zelf te bepalen welke diensten je wel of niet werkt. Zo houd je grip op je eigen rooster en ervaar je veel meer vrijheid zonder daarbij in te leveren op salaris. Steven, wat zou jij nou mensen die graag in de zorg willen werken mee willen geven? Ten eerste, je kan zoveel betekenen voor de mensen in de waardering die je krijgt van de mensen. Ik vind dat zelf, ja, vind ik dat gewoon super. Je kan de rechterhand van de dokter worden, je kunt andere vakgebieden, GGZ, kinder. Ja, je kunt zoveel kanten op en de afwisseling die het vak heeft. Ja, nou, het klinkt bijna als een carrière switch voor mij. Ja, nou ja, je mag me altijd bellen, je hebt mijn nummer.